in Spanje zijn. Ja. Ja. En we kunnen dan sowieso al geen Spaanse muziek spelen, want dat is niet echt onze stijl. Rome stijl. Ja. Wie stemt op Joey? Ik vind het toch beter. Wacht, we gaan hier even een vlog over maken. Ja. Ja. Hallo vloggers. Ik bedoel volgers. Ik ben Julia van de band Music Lovers. Ik stel jullie even voor aan de rest. Hey! Wij zijn nu bezig met een nieuw nummer en er is heel groot nieuws, maar dat vertel ik jullie later. We gaan nu verder. Doei! 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 Maar goed nieuws, wat is dat dan? We mogen door Nederland heen toeren. Echt? Wat? Echt? Wat? En het wordt uitgezonden door NPL. Door heel NPL. Nee, joh. Door Nederland. Wat? Door Nederland. Nee, ja. Zo gaaf. Ja, misschien krijgen we dan nog meer fans op ons kanaal. Ja, ja. Ja. Ja, dat zou we best wel kunnen. Call the play button. Dat zou ik nog niet zeggen. Ja, maar als we naar huis gaan, ja. Het wordt al laat. Ja. Ja. Maar wacht, ik zit sinds op pianoles en ja, ik wil jullie nog een stukje laten horen. Okay. Oh, ja. Verkering, hè? Ja. Wel bijzonder. Nou, we zijn er niet morgen te zien. Ik kan. Wat even mijn fiets. Ja. Tot zo. Ik ken haar al langer. Ze is morgen gewoon weer op school. Je neemt een fiets mee. En ze is er nu. Wij gaan. Doei. Ik was in het Rijnmolen geweest. Ik was zo misselijk.
dat ik over mijn oom heen moest praten. Niet alleen! Oh, jeetje, wat erg! En oma is helemaal vies! Ja? En jij niet? Nee. Oh, arme oma, wat erg! Oh, wacht even. Sorry, ik onderbreek, oma. Sil? Sil? Joe, Sil? Gaat alles goed? Oh, het gaat wel goed, hè. Nou, zo te zien. Vertel, wat is er? Het gaat om Julia. Wat is er met Julia? Ze is weg. Waarheen dan? Nou, dat weet ik niet, maar we zagen een flits. Tenminste, ik ging mijn fiets halen. Die van haar, het standaard was kapot. Dus ze had hem in het steeg gezet. En toen ging zij haar fiets pakken. En ik dus ook. En toen zag ik een flits. Flits? Wat voor flits zag je dan? Ik weet het niet, een hele lichte flits. Oké, maar weet je zeker dat het niet van een auto was dan of zo? Of van een camera flits? Ja, dat kan ook. Oké. Nou, het klinkt heel spannend allemaal, maar het komt vast allemaal goed. Ja? Ik ga straks gewoon even naar huis bellen en ze zal vast ziek thuis zijn. Er zal vast niks aan de hand zijn. Ja. Goed? Ja. Oké. Jacco. Misschien kunnen we straks met z'n allen naar school gaan zoeken. Oh, dat vind ik wel een goed idee. Ja, wie gaan er allemaal mee? Zullen we allemaal zoeken? Ja. Ja? Oh, wacht, Max. Ja, nee, ik kan niet. Ik moet naar de orto. Nou, dan moet jij naar de orto. Gaan wij met z'n allen zoeken. Misschien jullie gaan dan met z'n allen zoeken, want dan ga ik bellen. Zullen we dat afspreken? Ja. En dan gaan we het er morgen verder over hebben. Oké, nou, het is tijd. Dus zet je stoel op tafel en succes met zoeken. Morgen gaan we er even op terug. We vinden haar nooit. Ze is spoorloos verdwenen. Het gaat ons wel lukken. Misschien is ze wel dood. Hou op met die woorden, ik word er echt helemaal bang van. Kom op jongens, we vinden haar toch wel. Oeps. Jan, doe even normaal, je liet ons allemaal schrikken. Stel je niet aan, je schokt je steek niet. Ik vond het wel heel erg eng. Ja, ik ook. Kom jongens, het wordt donker. We kunnen nu nog niet stoppen met zoeken. We moeten eerst Julia vinden. Het wordt pikken donker, we moeten nu echt gaan hoor. Ja, anders gaan we morgen maar verder. Ja, Julia loopt nu alleen in het donker rond. Jongens, morgen meteen na schooltijd gaan we haar zoeken. Ja, we moeten nu echt gaan. Gaat niet goed, hè, met Julia? Nou, ik heb ouders gebeld en ze is vanmorgen als vermist opgegeven. Wat zei ze? Zie je wel. Ja, nou, weet je, laten we ons gewoon even rustig houden. Raak niet in paniek. Er is vast een verklaring voor. Nou ja, ze zal vast ergens zijn. Maak je niet druk, het komt allemaal goed. Ja, nou, we moeten ook gewoon door met school. Dus pak je boek. En dan lees je in ieder geval.
allemaal één hoofdstuk. Dan ga ik even naar de koffiekamer. Dan ga ik namelijk even overleggen met collega's. Over jullie, ja. Ja, maar maak je niet druk, alles komt goed. Ik ben zo terug. Ja? Oké. Ik denk dat die flits iets is wat wij gewoon niet kennen. Hoezo dan? Hoe bedoel je? Nou, gewoon iets wat wij niet kennen. Wat voor ons allemaal gewoon onbekend is. Ik heb een keer een boek over aliens gelezen. Misschien is dat het wel. Nee, niks met aliens. Gewoon iets onbekends wat we niet kennen. Met die flits. Weet je wat opeens in me opkomt? Meester Ronald. Weet je die les nog? Met andere dimensies. Ja, en hij vertelde dat sommige mensen nu ook door een flits zijn ontvoerd. En dat je dan een portaal moet maken. Dan moeten we naar meester Ronald toe. Dat mag niet. Weet je, blijven jullie hier? Ik ga naar meester Ronald toe, midden bandleden, oké? Okay? Ja. Cool. Oké, bandleden, komen jullie mee? We gaan naar meester Ronald toe. Maar wat gaan we eigenlijk doen bij meester Ronald? Het gaat over Julia. Weet je wat ik regelt wel, oké? Ja. Jongens, wat zijn jullie aan het doen? We werden hier gestuurd. Er is een taart voor het personeel. Hé, nou ben ik geïnteresseerd. Dat vind ik lekker. Hebben jullie ook nog een stukje voor mij straks? Ik denk het. Ja. Oeh. Misschien. Oké, lekker. Meester Ronald, we hadden een vraag over dimensies. Dimensies? Voor een werkstuk. Even schakelen. Tijdens schooltijd, waarom kom je nu hier met een vraag over dimensies? Moet je niet aan het werk zijn bij je klas? Het is voor een werkstuk. Oké. Nou ja, gaaf onderwerp. Maar... is het niet een beetje te heftig? Weet je, we hebben het toen in de les een keer over gehad, omdat jullie vragen hadden naar die film. En toen heb ik misschien gezegd dat ik dat ook inderdaad geloof en een hele studie heb gedaan op dat gebied. Maar het is wel wat, hè? Juf keurt dit goed, dit onderwerp. Ja. Ze heeft het zelf bedacht. Ja. Goed. Ik heb jullie verteld over wat ik geloof, over wat ik heb gestudeerd. Het is heel erg ingewikkeld, hè? Kijk, het is als het ware een soort tijdlijn, hè? En daar kun je heel veel mee doen. En als je iets buigt, heeft dat heel veel effect. Oké, dat bespaar ik jullie, want dat is veel te ingewikkeld. Ik geloof zeker in andere tijdlijnen, andere stromingen, waarin er andere keuzes zijn gemaakt door dezelfde persoon als wie wij zijn. Maar die beïnvloeden de rest van je leven. En ik geloof in verschillende tijdlijnen, ik geloof in een andere dimensie, waar je zelfs naartoe zou kunnen gaan. Er zijn mensen die dat hebben geprobeerd. Zover wij weten, zover ik heb geleerd, is dat er ooit een groep kinderen is geweest, een tijd geleden, waardoor ze een cirkel maakten en een specifieke code uitspraken. Dat hebben ze ergens vandaan. Ik heb geen idee hoe dat bekend is gemaakt, maar ze wisten het. Door die code uit te spreken, en die code vertel ik niet, want dat is levensgevaarlijk. Dat kind is doorgeleid naar een andere dimensie. Met een object en... dat kind is nooit meer teruggekomen. Dus je moet begrijpen dat dit een gevaarlijk onderwerp is. En de meeste mensen die dat niet geloven denken dat het kind is ooit ontvoerd of verongelukt in een ravijn gevallen, want het was in Amerika. Maar dat kind is in die wereld en is nooit meer teruggekomen. Snap je? Dus dat is wel een leuk verhaal voor je werkstuk. Tenminste, leuk, spannend. Ja, maar het is maar een werkstuk. Dus die code kunnen we gewoon in het werkstuk zetten. We gaan er toch niks mee doen. Dat gaan wij sowieso niet doen. We zijn niet dom genoeg om dat te doen. Als u nu gewoon de code geeft... Maar is dat nou echt nodig, die code? Moet dat van juf? Ja, een stuk informatie. Het moet van juf. Waarom zou ik je die code... Het is hartstikke gevaarlijk. Het is onverantwoord om dat te doen. Anders hadden we een 1. Nee, natuurlijk niet. Zeg jullie juf dat? Ja. Nou goed, oké, ik wil jullie toevertrouwen, maar als ik merk dat er iets gebeurt, of dat jullie iets uit hebben geprobeerd, of weet ik veel wat, of iets bekendmaken aan anderen, ik merk dat, ik hoor dat.
dan heb je direct een onvoldoende. Dat snappen jullie? Ja. Ja. Oké. Okay. Nou. De code die ze hebben gebruikt toen de tijd is 7995. Oké? Okay? Ja, dank u. Ja? Ja. Oké, okay, nou, dan. Off you go. Ja? Ja. Doei. Succes met je werkstuk. Bedankt. Ik wil hem graag zien als je klaar bent, oké? Oké. Oké. Nou, alvast bedankt dat jullie allemaal zijn gekomen. Want de meeste van de band, die durfde niet. Dus bedankt daarvoor. Denk je echt dat het gaat lukken? Ja, natuurlijk. We doen het toch allemaal voor jullie, hè? Blijf je op je kwijt. Ja, is je vet. Zul ik het dan doen? Ja, nee. Hey!
heel, heel erg donker. En er was echt overal rook. En... ja, ik wist niet meer waar ik heen moest. Ach, dat was zo net een ongeluk. Ja, wil je wat water? Ja. Yeah. Kan. Beseffen jullie wel dat Julia terug is? Ja. Ja. Moet je niet naar je ouders toe? Ja. Ja, ik wil mijn ouders zien. Kom. Thank you.